straatfilosoof Henk Oosterling aan het woord. In de 50e jaren riep de uitdrukking friendly fire andere associaties op dan nu. Voor mijn varende ooms, zeker voor degenen die op de Holland-Amerika-lijn vaarden en een beetje steenkolen Engels spraken, betekende friendly fire misschien het krijgen van een vuurtje op straat als je je aansteken vergeten was. Dat is waarschijnlijk wat zij dachten onder friendly fire. Het bombardement kwam in die tijd in de 50e jaren zeer regelmatig ter sprake. De bekende oorlogsverhalen, hè? Fluitende kogels door de Torbeckstraat, blaadjes van verzet rondbrengen, hongerwinter, dat soort verhalen. Geen heldenverhalen, maar dagelijkse ervaringen van hen die de oorlog hadden meegemaakt. Of zoals Erasmus het op deze steen zet, expertise, experts. Een uitspraak van Erasmus. Daar staat op die steen, dulce bellum in expertise. En dat betekent, mooi is de oorlog voor al diegenen die het niet hebben meegemaakt. Oké. Mooi niet dus. Want de kern van de toenmalige opvoeding voor opgroeiende pubers was meestal, jij hebt de oorlog niet meegemaakt. In expertise. Deze pedagogische dooddoener, kun je wel zeggen, heeft mijn generatie zo vaak gehoord dat Erasmus uitspraak op de steen voor mijn huis in zijn tegendeel is omgeslagen. Dus niet dulce bellum in expertise, mooi is de oorlog voor hen die deze niet hebben meegemaakt, maar terribile bellum in expertise, verschrikkelijk is de oorlog voor hen die het niet hebben meegemaakt. Hebben we hem? Oké. Met andere woorden, ooit kwam die oorlog dus mijn neus uit. Er is ondertussen veel water door de Maas gestroomd. Toch, ook al zijn we in 1945 bevrijd, de oorlog is nooit opgehouden. Hij is alleen van gedaante veranderd. Hij is versteend, zou ik zeggen. Ik zou mijn oma, die in 1968 is overleden, even willen terughalen en haar op de kade willen neerzetten. Mijn nichten weet wat dat betekent overigens. Van waar zij de eerste bommen zag vallen. Wat ze dan ziet als ze nu op die kade staat, zou voor haar even verbijsterend zijn als dat desastreuze bombardement in 1940. Mijn oma zou de boompjes en de Kop van Zuid waarschijnlijk als een omgekeerd bombardement zien. Oké. En nu staan we dus hier voor een herdenkingsplakette. Wat staat er bij deze herdenking van de brandgrens op het Noordereiland op het spel? Wat betekent het vandaag de dag dat hier een brandgrens is? Wat hebben we geleerd van twee bombardementen die zich in elkaar spiegelen? Ik denk dat we inmiddels beseffen hoe waardevol lege plekken in onze stad zijn geworden. Als ik leeg zeg, bedoel ik eigenlijk het tegenovergestelde. Dat is vaak bij mij. De leegheid ervan is enorm vervuld omdat ze ruimte bieden. Ze bieden naast ruimte om dingen met elkaar te doen, ook ruimte om je heen te kijken. Ruimte om te ademen en daarmee vooral ruimte in je hoofd en in de hoofd van de mensen die er dagelijks langs, in, door en omheen wandelen. Iedereen die echt iets met het Noordereiland te maken heeft, en let wel, dat zijn naast bewoners ook bestuurders en ook bouwers, die beseffen dat. De Duitsers hadden er niets mee. Die wilden gewoon alles bezetten. Levensruim. En toch zit er wel iets in dat woord. Levensruim. Maar dan alleen in het woord en niet in de daden die erop volgen. Wel woorden, geen daden. Soms zeggen woorden genoeg. We moeten in Rotterdam en daarmee ook op het Noordereiland weer meer ruimte durven toelaten. Juist omdat er zo weinig van is. Als we dit in de oorlogstermen verwoorden die tegenwoordig helemaal in zijn. We praten over stadsmariniers en de straat terugveroveren. Als we dus in die termen het herformuleren, dan zou ik zeggen, vermijd de volledige bezetting. En we moeten zeker niet proberen om met zo'n bezetting de gaten in begrotingen te dichten. Dat lukt gewoon niet. Daarom denk ik dat het herdenken van een brandgrens op het Noordereiland het best lukt door een levend monument in stand te houden. U mag zelf bedenken wat dat zou kunnen zijn op het Noordereiland. Oké, dit zijn op verzoek
slechts de belangeloze geïnteresseerde gedachte van een straatfilosoof. Maar toch, laten we oppassen dat we 70 jaar na het bombardement en de bezetting niet alsnog een nederlaag leiden door op de verkeerde doelen te mikken en zo het echte doel te missen. En dat is samenleven in plaats van overleven. Dank je wel.